van gewoon dat geld. Yes, 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 yes. We zijn hier in Terneuzen, de pit. Een nieuw concept, de Gravel Pit. En Urban Umbrella Street Reports. Wij zijn erbij. We gaan checken, we gaan stellingen gooien. En we gaan artiesten weer spreken. En het publiek, hoe wordt het ervaren? Urban Umbrella! Hij komt net van stage. We staan hier met Valley. Hij is hier. En, ja, we gaan hem even wat vragen stellen. En uiteindelijk leggen we hem natuurlijk ook weer de stellingen voor. Je weet hoe we het doen. Hey, gozer man. Ja, hoe voelt het om hier in Terneuzen, in de Gravel Pit, te spelen? Hoe was het voor jou? Lekker man. Dus thuiswedstrijdje, je weet toch. Goed podium hier zo. Ging goed man. Namens ze. Gaan we wat verwachten binnenkort? Komt er wat aan? Moeten we iets in de gaten houden? Ja man, je weet toch. Sowieso op... Bam, kijk wat er gebeurt. Hier. Doe we gewoon. Special effect. En, yes, mensen in de zaal. Alleen rijk of samen arm? Samen arm. Weet je, geld bij mij staat niet zo echt op de eerste plek. Hoewel het wel dope is om te hebben. Op dit moment, kijk, ik ben alleen. Dus ik zou gewoon, op dit moment ook zoiets van, als je me nu fucking veel geld geeft, weet je. Pak gewoon dat geld. Oh, jezus, het zijn lastige stellingen wel. Samenarm. Samenarm. Waarom? Jij volgt mij gewoon. Oh, yeah. Nee, dat is niet waar. Ontstaat hier wat. Waarom? Ja, geld maakt niet gelukkig. Als je rijk bent, heb ik geen niks aan, man. Ik zou alleen rijk willen zijn om het te vieren met al mijn broers, snap je? Ik zou niet rijk willen zijn in mijn eentje. Dat ben je het alleenst op de wereld, snap je? Als ik in mijn eentje... Ja, ik ben wel super gelukkig nu met mijn meisje, dus... Ja, samenarm. Ja, ja, toch wel. Dus als je alles... Samenarm. Oh, dit wordt echt een saaie boerenaflevering, man. Ik ben alleen, dus ik zou zeggen rijk. Nee, rijk. Sorry. Op dit moment, hè. Maar ik sta open voor... voor ja, opties, laat ik zo zeggen. Is dit gelijk een soort van vacature? Er is vacatureruimte. Altijd om mijn doelen 24-7 mag ontmoeten. Altijd het gevoel ik blijf geven aan ze tot je voelen. Stelling. De stad of het platteland? Ik ben meer voor een stad. Stad, sowieso stad. Ik kom uit de stad, ik heb altijd stad gewoond. Dat vind ik een lastige vraag, want... Dat weet ik niet. Terneuzen ook voor? Ja, maar een provinciestadje. Ik heb nooit het stadsleven geproefd, weet je. En wat proef je dan als je het dorpsleven proeft? Ja, gewoon de rust en de mooie omgeving. Het is gewoon altijd chill, weet je. Arm samen, sowieso. Ja, sowieso. En waarom kies je daar dan voor? Ja, alleen is maar alleen, weet je. Als je je liefde kan delen met iemand, zal het gewoon veel beter. Of het platteland? Stad. Stad, yes. Waarom? Wat trekt het aan? Ja, meer leven, meer kansen. Ja, dat was het. Ik woon in Rotterdam eigenlijk, man. Okay. Ik zit daar op kamers en ik kom in het weekend hier met Valley en mijn vrienden en zo. Hun wonen allemaal nog hier, dus kom hier wel eens. En voelt dan eigenlijk Terneuzen voor jou als platteland? Jawel, man. Stad, man. Ja. De stad, man. Ja, man, de stad. Je weet toch, ik wil nu graag naar de stad. En ik woon een beetje, ik woon niet op het platteland, maar wel in de buurt. Jawel, het is wel een stad voor Zeeuws-Vlaamse begrippen. Maar als je in Rotterdam woont, is het, als ik uit de bus kom, dan is het gewoon stil hier, zeg maar. Maar... Bij Orgasme, waar zijn jullie momenteel mee bezig? Eigen producties, voornamelijk. Dat niet alleen. We zijn momenteel heel druk bezig met een live show. Hier zit dan. Met Oud en Nieuw staan we ook weer hier. In de pit. Dan gaan we echt even zwaar knallen. En dan gaan we. We hebben 2017 een beetje waardeloos afgesloten, maar 2018 gaan we gewoon even. En met de hobbyisten? Met de hobbyisten, man. We gaan gewoon even iets fucking vet neerzetten met de hobbyisten. Grillen. Ik zeg doen. Gaan we doen, man. Gaan we doen. Dankjewel. We sluiten hem af van de dab. En dan kunnen zien, Gravel Pit, doe nog eventjes hier zo liken, describen, alles erop en eraan. Je weet hoe het gaat. Wij checken jou met Urban Street Report de volgende keer. We gaan jullie zien. Later! Пенью дали это 6 марта за ноябрьскую месяц. Отработали вы когда? Последний месяц, в ноябре, 17 ноября. Получается, типа полгода вы ждали зарплату? Да. Почему решили на такую меру сегодня выйти? А потому что не платят.
постоянно обманывают. Вы думаете, поможет? Не знаю. Надеемся. Надеемся на вас.